Vuurwerk of geen vuurwerk? Dat is de vraag en zeker rond de jaarwisseling. Nou, wat ik van vuurwerkverbod vind, zal ik u eens eerlijk vertellen. Ik vind persoonlijk van, oké, wet is een wet. En als Rutte vertelt dus dat we een coronawet moeten hanteren, dan moeten we die hanteren. Wat ik heel krom vind, persoonlijk vind ik zelf, dat de mensen hier niet ver vandaan, in 20, 25 kilometer kunnen rijden. En zitten ze in België, en zitten ze in Duitsland, kunnen ze zoveel mee hun vuurwerk halen wat ze willen. Daar heb ik niet zoveel problemen mee, maar waar ik wel meer problemen mee heb, is dat de jeugd dadelijk het zaakje gaat vernielen. En de gewone winkelier, ja, die zijn eigen moet houden aan alle eisen en aan alle wetten, wat ik ook respecteer en wat we ook doen. Dus en je elk jaar een hoop geld kwijt bent aan keuringen en alles, ja, die hoesten daarvoor op. Maar die worden daarvoor lelijk voor aangekeken als er problemen zijn dadelijk met oudejaarsnacht. Terwijl dat ze zelf 0,0 vuurwerk verkopen. Nou, we mogen categorie 1 vuurwerk verkopen. Daar is dan bijvoorbeeld de knalechten, de sissertjes. We hebben kleinere knalechten. We hebben een beetje een... dan kun je zeg maar gewoon vasthouden en daar komt een klein vuurwerkje uit, zeg maar. Alles is gewoon veilig voor kinderen. Wat merk je er nou van dat vuurwerkverbod? Ja, domme vraag. Ja, iedereen baalt. Ja, iedereen baalt. Dus gewoon... als je met vuurwerk... Ik ben toevallig met vuurwerk ook opgegroeid, dus voor mij hoort het er ook bij. En je hebt heel veel jongeren die gewoon balen. Dus ja. Ja. Ik vind vuurwerk prachtig. Als het verantwoord afgestoken wordt. Vooral siervuurwerk. Ik hou niet zo van die knallen en die bommen. Die je tegenwoordig zo heel veel hoort. Ik vind een algemeen vuurwerkverbod vind ik een beetje ver gaan. Maar ik vind wel dat er wat regels... aan mogen hangen en die dan ook handhaafd worden. Wat is maar zoals het nu gaat, dus het is eigenlijk ingevoerd om de zorg te verlichten. Ja. Maar nu zie je dat ze met de drommen naar België gaan om daar illegaal vuurwerk te kopen. Ja, dat is illegaal en dat mag niet. En dat mag wel eens aangepakt worden voor mij. Handhaven dus? Ja, handhaven. Wij passen dit jaar. Wij slaan over. Ja. Ik ook niet. Mag niet meer hè, dit jaar. Dus ja, dan doen we dat maar niet. Mag niet. We doen alleen maar kijken. Kijken? Ja. Dat is toch ook mooi. Dus u ziet geen sterretjes van jou? Nee, helemaal niet. Oké, dankjewel. Wel leuk. Ik vind het wel leuk, wel mooi. Ik hou meer van siervuurwerk dan van knallers. Ja, die knallers inderdaad vind ik een beetje zielig. Omdat ik ook een hond heb, vind ik het ook heel zielig. Ja. Maar als je het gewoon rustig houdt en niet te hard, vind ik het geen probleem. Maar het mag niet, hè? Nee, we weten. Dat is jammer. Maar doen jullie het wel stiekem of? Nou, niet stiekem, maar... We doen zeg maar gewoon, we hebben van die knalechten en sterretjes hebben we. Oh, en... maar dat is gewoon officieel, dat mag gewoon. Ja, daarom. Dus we hebben geen illegaal. Maar illegaal doen we niet. Mag al zoveel niet. Dus laat ze lekker doen. Wel voorzichtig, hè? Wel voorzichtig, ja. Oké, dankjewel. Alle vingers houden. Ja. Ik vind dat op zich er wel deels bij hoort eigenlijk. Maar ja, van die harde, ja, dat is wel een soort van overbodig. Ja. Maar gewoon siervuurwerk, daar vind ik wel dat erbij mag horen. Bam. Nou, het is hartstikke leuk natuurlijk, ja? Hè? Ja. Maar ga je het afsteken of? Nou, ik weet niet. Ik denk dit jaar niet echt. Ja, ik verkoop het ook niet en ik heb het ook niet. Ik steek het ook niet af. Steek niet af? Nee. Jullie zijn eigenlijk twee keurige jongens. Ja. Ja, ja, ja. We hebben het hier druk mee, dus... Wat zeg je? We hebben het hier druk mee, dus ja, dan... Oké. Ja. Nou. Enerzijds nieuw, anderzijds wel. Lekker. Voor de veiligheid. Want je hebt sommigen die misschien de grens opzoeken, dat ze toch denken dat ze misschien gefrustreerd raken met de overheid of zo. Ja. En aan de ene kant, ja, het blijft toch traditie. Ja. Ja, dus... Maar ik ben zelf niet zo'n stuk van vuurwerk, dus voor mij is de maatregel niet zo ernstig. Maar vuurwerk vind ik altijd leuk en het hoort er nou eenmaal bij, traditie. En waarvoor niet? Ja. Als je geen zottigheid uithaalt, dan moet er geen probleem zijn. Okay. Je hoofdje erbij houden, toch? Oké, dankjewel. Alsjeblieft. We gaan knallen het nieuwe jaar in. Nou, ik in hier wel niet. Dat heb ik nooit gedaan. Maar ik denk dat je wel een hoop rotsen krijgt in Nederland. Dat wel. Ja. Maar ik hoorde net iemand zeggen dat je schuur vol was met vuurwerk. Och jongen, moet je kopen dan? Ik kan knallen.